Vannacht stond hij braaf stil, maar nu heeft hij echt geen voet verzet. Ik stond echt op het punt om te kotsen deze ochtend. Hij heeft echt spierpijntjes hoor. Ja. Proberen van vlieg borst open en toen kreeg ik gelijk steken in mijn buik. Wat schattig. Alsjeblieft. Boef om, die is failliet. Eigenlijk precies te analyseren, wat gebeurt er bij jou van binnen? Hallo, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vrijdagavond, 11:30 s'nachts. En ik ben Nars aan het vlechten. Ik ga het hierbij laten, want ik ben een beetje bang dat als ik knotjes in ga doen en ik ga gewoon de hals weer overheen doen, dat ik dan morgen de helft weer opnieuw kan doen. Dus ik kan het net zo goed zo laten. Ik ben heel erg benieuwd of dit gaat blijven zitten. Misschien wil ik nog wel een keer zo'n sleazy of zoiets aanschaffen om hem over hem heen te trekken. Dat hij ook in zijn gezicht schoon blijft en zo, want hij is wel een beetje vies. Ik zat te twijfelen om een oornetje te gebruiken. Maar als ik deze vieze oren zie en zijn hoofd is ook een beetje vies. Vind je het spannend als ik met de camera zo boven je hoofd zit? Vind je dat een beetje spannend? Nee, je hebt alles boven je hoofd, vind je spannend. Hé? Handig als je zelf zo groot bent. Ja, ik maak het mezelf gewoon veel makkelijker om wel gewoon een oornetje om te doen. Dan komt dat... Ja, oh, het is zo eng een camera. En ben je een YouTube-paard en dan vinden we de camera eng. Hé? Wat is dat nou? Ja, wat is dat nou? Nou, hij stond best wel braaf stil. Dus daar ben ik blij mee. Maar goed, misschien is hij nog een beetje slaperig. Het is ook 11:30. Kijk nou, oh, die oren hier ook. Ja, zo eng. Nou, ik ga hem terugzetten. En dan ga ik de paarden nog eventjes hun avondeten geven. Oké, ik heb het eten klaarstaan voor morgenochtend. Ik weet nog niet zeker of ik 's ochtends ga voeren. Dat besluit ik morgen wel eventjes. Ik heb voor de zekerheid deze klaargelegd. Ik weet niet. Ik weet niet of ik dit wil gebruiken. Alleen, soms heb ik ook zoiets van, ja, hij moet het ook gewoon zonder kunnen. Maar aan de andere kant, als dat hem gaat helpen. Nog even de mest opruimen. Ik heb de auto met de trailer klaarstaan. Ik heb even mijn hoofdlampje opgedaan, zodat jullie wat kunnen zien. En ik neem dit dekje mee. Want dat jasje... Sorry, mijn nagels zijn echt heel ranzig. Dat jasje zit iets ruimer. En de vorige keer had ik... omdat het zo koud was, had ik er een laagje onder. En dan werd het wel heel strak met het blauwe jasje. Dus ik wil eigenlijk kijken of ik het rode jasje nu aan kan doen. Met een laagje eronder. Maar ik heb dus bij deze geen oornetjes. Ik heb het even op Instagram gevraagd of mensen vinden dat dit kan. Omdat dit natuurlijk een bruin netje is. En er zit hier wel een bruin randje in. Dus het kan wel. Maar volgens mij zit er in mijn jasje geen bruin. Dus ik denk dat ik het gewoon ga doen. En anders dan gaan we gewoon weer lekker voor die 7 voor verzorging. In plaats van voor de 8. Ik ga alle lichten hier uit doen. Dus jullie zien mij op dit moment niet zo heel goed. Ik ben dus heel erg benieuwd of... Want ik voel me nu best wel chill. Ik weet wel dat het een kort nachtje gaat worden. Want ik moet om 9 uur al starten. En het is een 30 minuten sowieso rijden. Dus ik wil rond 7:30 wel gaan laden. Maar ik ben dus heel erg benieuwd of ik me morgenochtend dan beter voel. Normaal heb ik altijd best wel een beetje stress voor het wassen en knotten en zo. Op een of andere manier heb ik daar altijd meer stress voor dan voor de wedstrijd zelf. Maar dat hoef ik dus nu eigenlijk allemaal niet meer te doen. Dus ik hoop dat ik wat beter ga slapen. Doordat ik nu de avond van tevoren al alle voorbereidingen heb gedaan. Slaap lekker. Goedemorgen, het is 7:30 en de wekker ging om 6:15. Love my life, want ik ging pas om 1 uur slapen. Dus ik heb echt 5 uur en een kwartier slaap gehad. Hier binnen staat Nartje met Noek. Hallo. Ontbijtservice. Ontbijtservice, nog even wat ontbijtjes te eten. Oh, je bent echt braaf, jongen. Vannacht stond hij braaf stil, maar nu heeft hij echt geen voet verzet. Knotjes erin, alleen zijn haar wordt te lang. Dus zijn knotjes die zitten niet heel mooi. Maar goed, doen het ermee. En met hoe schoon zijn hoofd is, doen we het er ook maar gewoon mee. Hè, jongen? Nou, we gaan je op de trailer zetten, hè? Nou, ik maakte de avond hiervoor nog de opmerking. Ik hoop, of ik ben benieuwd hoe ik me voel als ik een betere voorbereiding heb. Nou, ik snap niet wat het is, maar het lijkt wel hoe beter mijn voorbereiding is, hoe slechter ik mij voel. Ik stond echt op het punt om te kotsen deze ochtend. Ik reed echt als een natte krant, als een zak aardappelen gewoon. Nartje was echt best wel braaf. Maar omdat ik gewoon niks kon, reed ik gewoon zo... Ja, hoe zeg je dat? Hij was constant tegen de hand. En niet per se omdat hij vervelend was, maar omdat ik gewoon
helemaal verstijfde in mijn lichaam. Dus nou goed, ik heb er straks wel wat uitgebreider over. Eerst gaan we kijken naar delen van de proeven. Echt spierpijntjes hoor. Ja. Nou, we zijn klaar. Natje lekker afgezadeld, dekentje om. Lekker grasjes eten. Patrice gaat even kijken of mijn protocollen er al zijn. Ik heb weer echt geen flauw idee wat ik kan verwachten. Want ik was vanochtend weer echt mega zenuwachtig. Ik stond op het punt om te kotsen. Ik heb niks gegeten. Een paar slokjes water. Dus ik was zelf echt helemaal... Ik ging nog proberen van Vlien borst open. En toen kreeg ik gelijk steken in mijn buik. Toen dacht ik, oké, ga maar weer zo zitten. Dus ik heb de eerste proef heb ik heel erg op safe gereden. Waardoor best wel wat storingjes. Een beetje tegen de hand en zo. Maar... ik had vandaag gewoon even hele lage verwachtingen. Ik had hele lage doelen. Dat waren gewoon rond kunnen rijden. Zonder dat hij heel de tijd wegspringt zoals hij de vorige keer deed. Nou, eigenlijk in de inrijbak was hij al heel braaf. En eigenlijk daar was hij ook heel erg braaf. Beetje tegen de hand, maar oké. Okay. En dan denk ik, nou oké, dan ga ik voor het tweede proefje ga ik er iets meer aanrijden. Dat ging ook zeker wel al beter. Maar in de galop had hij gewoon weer even error. En ik denk dat dat komt door de les van gisteren van Jill. Ik denk dat er zeker voordelen zijn dat we die les gisteren hebben gehad. Want misschien is hij daarom wel zo braaf vandaag. Maar er zitten ook nadelen aan. Want ik denk dat hij toch best wel wat spierpijn heeft. Vooral in die galop met het aanspringen. Daardoor kreeg hij echt een paar keer error. Ging hij heel erg stuiteren, een paar keer bokken. Dus dat is jammer. Want normaal, ja, zijn galop is wel moeilijk. Maar meestal doet hij dit niet in een proef. Dus we nemen het er maar gewoon in van. Wat ik zeg, de doelen waren laag. Gewoon normaal rond kunnen komen. Zonder dus dat weggespring heel de tijd. Dus waar dat aan ligt, dat we vanochtend gewoon heel relaxed hebben gedaan. Of die Nervo van Sectolin nu voeren. Of omdat hij gisteren les heeft gehad en hij is moe. Of nou, noem het op. Wat de reden ook is. Voor mij is het geslaagd in ieder geval. En ik ben trots op hem hoe hij het gedaan heeft. En nu gaan we gewoon lekker doortrainen thuis. Overal aan werken. Hè? Ja. En dan zien we het wel de volgende keer.
Oh, dit is stom. Het zou verboden moeten zijn om 179. Ja, dat vind ik ook wel. Die andere is ook lullig. En 177. Eerst had hij 182,5 opgeschreven. Ja, dus dat is wel zeg maar een telfoutje. Ja. Nou, flink wel, ja. Ja. Nick amper iets bijgeschreven. Ja, kijk, dat vind ik dus echt niet tof. Ja. Juries moeten, ik vind dat het gewoon verplicht is om als je geen winstpunt geeft. Maar ik bedoel, als je geen winstpunt rijdt, moet er gewoon commentaar bij staan. Ja. Oh ja, hier die geen 5 meter wat jij net zei. Voor mijn gevoel is dat echt, maar goed, het moet gewoon meer nog. Ja. Maar ook helemaal niks eronder of zo. Heel nee, vaak is echt niet leuk. Bij. Ja, weet je, het komt wel overeen met mijn gevoel. Dat ik denk, ik heb vandaag gewoon op safe gereden. Ja. En dat is gelukt en het was eigenlijk allemaal net niet. Ja. Dus dan komt het overeen met mijn gevoel. Ja. Jammer, nou is maar we moeten toch nog een keer beestarten. En het is toch waarschijnlijk niet dat je nu hierna L zou gaan starten. Dus het maakt eigenlijk ook geen zak uit. Over het eerst geen winst gereden. Potverdikkie. Ja, maar hoe stom. Ik kom nooit meer lezen. Dat niet aan jou. Nee, maar ik vind het is altijd een beetje jammer als je geen winst rijdt. Maar ik vind het komt overeen met mijn gevoel. Ik vind het alleen jammer dat ze niet schrijven. Want het is, met de selectie vind ik het wel chill dat je hebt wel echt huiswerk daarna. Dus dat dus je mogen best streng punten, maar dan moeten ze er wel ook tips bij geven. Vind ik. Anders heb je er precies niks aan. Nee, daarom. Ja, ze hebben wel heel veel onderstreept en zo, maar goed. Ik kan natuurlijk gelukkig veel met alles. Ik kan ook zelf ook wel goed kijken. Ja. Hmm. Oh, even plassen. Ja, dat heb je vanochtend ook niet kunnen doen, hè? Oh, maar fijn, nu dat wel. Hij doet. Ja, maar dat doet hij wel steeds vaker, gelukkig. Ook laatst in het bos deed hij het ook al buiten. Maar het zou soms fijn zijn als goed hoor, Natch. We zijn terug van wedstrijd. Even Natch na verzorgd en nu hebben we alles teruggezet. Ik moet nog even iets wat dingetjes doen. Alleen Noek die gaat zo weer naar huis. Ik zie er ook echt niet uit. Mijn haar nog half vast. Geen make-up op. Noek gaat zo naar huis. En ik zag net dat deze binnen was gekomen van Fotocadeau. En ik mocht een cadeautje geven vanuit Fotocadeau. En ik heb iets voor Noek besteld. Jullie kunnen denk ik al wel raden wat het is. Maar deze is voor jou. Jeetje. Wat schattig. Alsjeblieft. Nou, hou even op met me. Wat gigantisch. Ja. Hij is wel vrij groot. Ik moest verplicht uit een afmeting kiezen. Okay. Ze is een beetje groot. Maar ik mocht weer een cadeautje geven. Voor kerst. Echt grappig. Oh, dit is wel moeilijk. Gaat er nog even een mesje? Dat gaat. Hij kwam wel even net mooi op tijd binnen zo. Ja. Perfect. Ja. Goeie timing. Echt net even de kopie. Ja. Oh. Wat zou het nou zijn? Ja. ik vind het nu heel cute. Kijk nou. Wat cute. Zo lief. Ook echt heel mooi. Zo grappig om hem zo groot ook te zien. Ja, echt hè? We hebben natuurlijk alleen nog maar digitaal gezien. Ja. Hij is echt wel mooi geworden. Hij is echt heel mooi. Er zat volgens mij is echt heel lief. Hier iets op de achterkant. Een flyertje. Oh. Van de No Boring Suitcases. Nou, alsjeblieft. Ah, oh, thanks. Ik ben echt heel blij mee. Echt heel mooi. Leuk. En dat betekent natuurlijk allemaal dat kerst eraan komt. En dat we met code Flinoy 70 wow. 70% korting op canvassen. Oh, je schoenjes valt uit. Canvassen en van die hexagons. Krijg je die. Dus leuk bestellen. Als kerstcadeautje voor iemand. Ja. Heel cute. Hij is echt leuk geworden. Ja, yeah, love it. De kleuren zijn ook heel mooi. Ja, zeker. Echt heel nice. Yay. Ik ben dus de keuken aan het opruimen, want Carmen komt straks eten. Maar ik was gisteren naar die kerstmarkt, laten we het even zo noemen. En daar had ik dus ook dit tangetje gekocht. En dit is dus een spatel. En je kan hem dus als zo'n tangetje ook gebruiken. Maar ik heb dus net voor mijn lunch, heb ik dus net onder andere eitjes gebakken gekookt. En deze spatel kan je dus ook, eigenlijk is die zo nog iets beter. Nog even goed, kijk. Kan je hem dus zo, en dan als je hem nou weer op slot zet, kijk. Dan zit je eitje er gewoon tussen. En dan kan je hem zo bijvoorbeeld laten schrikken onder de kraan of iets anders ermee doen of zo. Helemaal multifunctionele spatel. Die heb ik dus gekregen toen ik die pan kocht. Maar ik moet zeggen, ik doe eigenlijk altijd gewoon een bakje met koud water. Want
Anders ben je een beetje water aan het verspillen, heb ik het idee, als je het echt zo onder de kraag gaat houden. Ik ben dus beelden aan het opnemen voor een video waarin ik vertel over mijn suikerarme dieet. Wat dus mijn hoofdpijn, migraine en mijn acne praktisch opgelost heeft. En daarvoor film ik eigenlijk heel de week de gerechten die ik maak. Zodat ik ook nog een beetje voorbeelden heb als ik jullie vertel wat ik aan het eten ben. Dus ja, dit ga ik nu lunchen en dat ben ik dus ook aan het filmen. Maar dat gaan jullie dus in een andere video zien. Maar ik denk wel dat dat morgen of overmorgen al wordt. Goedemorgen allemaal. Ik heb straks een kerstdiner. Dus ik zie er even zo uit. En ja, het is goedemorgen, want ik heb een kerst high tea. Ik wil graag iets toevoegen aan deze video om hem iets meer op te vullen. Omdat er van de wedstrijd ook niet extreem veel gefilmd is. Ik heb een nieuwtje denk ik voor jullie. Wat de meesten niet weten, maar wellicht heb je het wel al doorgehad. Hoef On, die is failliet. Dat is natuurlijk mega jammer. Ik heb natuurlijk ook twee programma's voor hun mogen maken. Maar nou, het lukte helaas allemaal niet. En de eigenaren zijn ook weer een andere richting opgegaan. Dus dat is natuurlijk heel erg jammer. Maar ik heb in de zomer nog iets mogen presenteren. Een stukje over paardencoaching. En dat heeft er dus echt misschien een maand opgestaan voordat Hoef On uit de lucht ging. En dat is natuurlijk super zonde. Dus we hebben eigenlijk in overleg besloten dat we deze video ook hier zo op mijn kanaal plaatsen. Zodat toch heel veel mensen het zien. Het gaat dus over paardencoaching. En ik mocht ook even met een paard een klein beetje bezig zijn. Maar ik heb vooral eigenlijk gewoon, niet echt gepresenteerd. Maar ik was meer de interviewer die ervoor zorgde dat het hele verhaal aan elkaar gepraat werd. En vond ik heel erg leuk om te doen. Wel lang geleden sinds Liefde voor Paarden. Dus ik vind niet dat ik het echt heel erg geweldig gedaan heb of zo. Maar het was wel heel erg leuk om te doen. En mocht je dus interesse hebben in paardencoaching, is het een best wel leuk stukje om te kijken. Mocht je hier nou volledig geen interesse in hebben, klik dan lekker weg naar de volgende video. Maar jullie kunnen er nu naar gaan kijken. Welkom bij de Academie voor Paard en Lijf Coaching. De opleiding waarbij je het vak van coachen leert, maar waar je ook gaat samenwerken met je paard. Jullie gaan mensen coachen om hun persoonlijke kracht te vinden. Zo ga je ook veel meer kennis krijgen over paarden, vooral op het gebied van horsemanship. Word nu een team, samen met je paard. Kijk snel op de website van de Academie voor Paard en Lijf Coaching. Bij Tirza. Zij is oprichter en eigenaresse van Academie van Paard en Lijf Coaching. Hoe bijzonder is het als je met je eigen paard of met je verzorgpaard dit mooie vak kan uitoefenen om mensen te helpen. Het wordt een ontzettend bijzondere dag, dus ik ben heel erg benieuwd. Vertel me er meer over. Nou, in eerste plaats van harte welkom, Feline. Ik vind het echt heel erg leuk dat je vandaag een dag met ons mee wilt draaien. Samen met de studenten ga je een stuk van het lesprogramma doen. En ik heb nog een verrassing voor je. Oh. Ik wil je namelijk heel graag coachen met behulp van een paard. Oh, dat zou echt heel vet zijn. Oh, super. Dat gaan we doen. Leuk. Ja. Tirza, wat houdt die opleiding dan precies in? Goeie vraag. Het is een 11-daagse post-HBO geaccrediteerde en internationaal gecertificeerde opleiding tot zowel life coach als paardencoach. En in 7 maanden stomen je eigenlijk klaar voor beide vakken. En we vinden namelijk ook heel belangrijk dat je zowel met als zonder paarden kunt coachen. Want ja, in Nederland is het weer nogal wisselvallig. Dus het is het best handig als je ook binnen kunt coachen. Alleen, ik moet wel zeggen, met paarden is het natuurlijk het allerleukste. Dat is dan weer helemaal. En wat maakt die van jullie nou zo bijzonder? Het is een hele praktische opleiding. Je leert het vak onder onze supervisie. Je gaat ook gelijk de praktijk in. Natuurlijk krijg je theorie tijdens de opleidingsdagen. En wij willen ook heel graag dat je zelf een traject ondergaat. Dus dan leer je eigenlijk op 3 manieren. Tijdens de opleidingsdagen, in je eigen coachtraject en in de praktijk onder onze supervisie. En hoe ben je er dan ooit mee begonnen? Ja, dat is best wel even een verhaal. Ik werkte vroeger voor een Amerikaans bedrijf als coach en trainer. En ik vond mijn werk eigenlijk niet meer zo leuk. En toen ging ik naar een netwerkbijeenkomst en er was een paardencoach. En er was een andere coach, die bracht een thema in. Die zei, ja, weet je, vaak is een traject klaar. En dan blijft zo'n klant maar bellen en mailen. Die blijft een beetje aan me hangen.
Oh, zegt die paardencoach, maak maar eens contact met het paard. En vraag me of het paard je wil volgen. Nou, die man die gaat naar dat paard, die aait dat paard. En hij loopt weg en dat paard zit zo aan die man vastgeplakt. Dus die paardencoach vraagt aan hem, herken je dit? Ja. En die vraagt, hoe goed kun jij afscheid nemen? Dus die maakt het heel erg van die man. En ik zie echt zo die ademsappel bij die man. Toen dacht ik, wauw. En toen ging ik coachen. Maar dat systemische wat ik had geleerd op de opleiding, dat paste eigenlijk niet zo in die coachings. Want ik kreeg mensen uit bedrijfsleven, waar ik zelf vandaan kom. Toen dacht ik, ik heb heel veel coachopleiding gedaan. Die waren heel erg in het hoofd. Ik heb heel veel geleerd van mijn paard Gentle in de Natural Horsemanship trainingen. Wat als ik dat nou allemaal mix? Dus dan kreeg ik een soort eigen stijl. Ja, superleuk. En nou, mijn praktijk groeide en groeide. En toen kreeg ik allemaal mensen. Teerza, kun je me opleiden? Ja, toen had ik echt van, wie ben ik om mensen op te leiden? Dus dat heeft nog 9 jaar geduurd. En toen had ik het lef om te zeggen, oké, ik start met een groepje van 4, dacht ik. Dat werd gelijk een groepje van 8. En dat is 2016. Toen werden het 2 per jaar. En nu heb ik gewoon een heel team. En ja, zitten we op 3 locaties. Ja, in 2016 begonnen en nu sta ik hier met jou te vertellen over mijn bedrijf. Ja, het blijft gewoon een wonder. Dus je doet echt iets goed in ieder geval. Ja, en het mooiste is, ik doe iets en dat mag ik delen met ja, werk waarbij je echt impact hebt op het leven van mensen. En dat behulp van, met paarden, ja, dat is fantastisch. Teerza geeft deze opleiding onder andere samen met Anouk, de lerares van Horsemanship Skills. Naast praktijklessen worden er ook theorielessen gegeven. Anouk, vertel eens, waarom zijn die horsemanship skills dan zo belangrijk bij het coachen van mensen? Nou, wat heel erg belangrijk is dat een coach de taal van het paard goed begrijpt om die vertaalslag goed te kunnen maken naar de coachee. En de paard heeft een bepaalde boodschap voor de coachee. En de coach is eigenlijk degene die de vertaling creëert. Dus hebben ze wel een stukje kennis nodig van het stukje paardentaal. En kunnen ze daardoor beter die vertaalslag maken. En kan iedereen dit dan leren? Ja, in principe wel. De hele Pirelli-methode is eigenlijk ingericht op het trainen van mensen. Dus we proberen echt mensen kennis mee te geven van paardengedrag en de paardentaal. En hoe wij dat het beste kunnen toepassen in de training met hun. En hoe pas je deze kennis dan toe? Nou, we leren studenten bijvoorbeeld vandaag bepaalde oefeningen die ze zelf kunnen doen met hun paard. Bijvoorbeeld het paard uit hun persoonlijke ruimte sturen en zorgen dat hij daar ook blijft. En uiteindelijk kunnen de coaches die oefeningen vandaag geleerd hebben dat weer gebruiken in een coachsessie. Bij bijvoorbeeld een coach die moeite heeft met het aangeven van haar grenzen. En die kan dat dan in de praktijk met een paard eigenlijk nabootsen. En vind je dat een beetje leuk om te doen, om andere mensen dat ook weer te leren? Ja, zeker. Ja, ik doe dit vak inmiddels 12 jaar. En ja, ik ben heel erg, ja, ik vind het heel erg leuk om mensen die kennis te verdelen. En ja, uiteindelijk mensen daardoor ook een betere band met hun paard te laten krijgen. En Anouk, hoe ben jij zelf hierbij terechtgekomen? Ik geef Teerza al 9 jaar les met haar eigen paarden en ponies. En nou, ik weet dat Teerza vanuit mijn rol als instructeur dat ze altijd heel erg op zoek is naar kwaliteit. En toen ze dus vertelde tegen mij dat ze deze opleiding ging starten, ja, hoefde ik niet heel lang over na te denken om me hier aan te verbinden, laat maar zeggen. En zijn er nog dingen waar jullie extra veel op letten? Ja, we hebben wel echt heel erg de nadruk liggen op het stukje veiligheid. Paarden die hebben een aantal natuurlijke reacties, waarvan vluchtgedrag er één is, die voor onveilige situaties kunnen zorgen. En dat is dus wel waar wij heel erg de nadruk op leggen binnen de opleiding, dat, ja, dat er echt wel gelet wordt op een stukje veiligheid. En dat zeker mensen die nog wat minder ervaring hebben met paarden zelf, dat die wel echt zich daar bewust van zijn. De lunch is een heel belangrijk moment voor de academie. Hiervoor nemen ze uitgebreide tijd. Ze hechten veel waarde aan kwaliteit met vers en lekker eten en zorgen voor een uitgebreide Italiaanse lunch vandaag. Ik mag heerlijk aanschuiven. Tijdens de lunch hebben we de tijd om even te genieten en elkaar wat beter te leren kennen. Hier is gelukkig ook ruimte voor en dat maakt het extra gezellig. Hey Evelina, heb je lekker gegeten? Ja, heerlijk was het. Mooi, ben je een beetje uitgerust? Zeker. Fijn, want dan gaan we nu lekker beginnen met de coaching. Nou, helemaal leuk. Nou Feline, we gaan jou coachen met behulp van Mike. Die komt gelijk als een echte filmster bij je staan. Is er iets waar je vandaag samen met mij en Mike naar wilt kijken? Dat je zegt van, goh, ja, daar
puzzel ik over of dat wringt of dat wil ik anders? Nou, je hebt mij natuurlijk gevraagd van tevoren. Is er een bepaald thema die je wil behandelen? Vond ik heel erg lastig. Ja. Maar als ik inderdaad denk aan mijn werk. Ja. Ik maak natuurlijk zelf al 10 jaar lang video's. Dus je krijgt een soort prestatiedruk. Ja. En de kijker zegt wel dat die er niet is. Maar je voelt hem toch. Dus ja. Prestatie van natuurlijk video's maken. Maar ook als je op wedstrijd gaat, dat je dan toch... Ja, je wil niet de loser zijn of zo. Nee. Dat je dan toch denkt, ja, je wil toch bewijzen van... ik kan met mijn paard overwegen en ik kan een team zijn. En ja. Daardoor kan ik een leuke video voor jullie maken. Waardoor ik ook weer automatisch veel druk op mijn paard, denk ik, leg. Want je wil eigenlijk gewoon samen in dat moment zijn. Ja, dat is een heel mooi voorbeeld. En ik wil je eigenlijk vragen om alvast in je hoofd terug te gaan naar zo'n momentje... dat je zegt, oh ja, vorige week had ik hem weer. En dan ga ik even wat dingen klaarleggen. En dan gaan we even helemaal terug naar dat moment. En dan ga ik je helemaal uitvragen om eigenlijk precies te analyseren... wat gebeurt er bij jou van binnen. Okay. En als het goed is, komt onze vriend Mike, die kwam net al eventjes, weer bij je aansluiten. Okay. Ja? Mag ik jou uitnodigen om op het eerste vloeranker te gaan staan... waarop staat omgeving? Mag je echt opstaan met je beide voetjes? Ik wil op dat ik op dat... Op dat ding, oh, ja. Oké. Okay. Ga je eigenlijk helemaal verankeren even met dat voorbeeld. Mm-hmm. Ik wil alles weten over de omgeving. Waar was je in het moment dat je weer zo'n gevoel had van prestatiedruk? Hoe zie ik aan de buitenkant dat je al last krijgt van je prestatiedruk? Maar ik tik nu de omgeving aan, dus dat is ook wel boeiend. Hoe zie ik aan de buitenkant dat jij daar last van hebt? Ik denk dat ik wat stiller ben dan. Ja? Ik ben zelf heel erg bezig. En ik wil het ook heel graag zelf allemaal doen dan. Want de dag ervoor heb je vaak al die voorbereidingen. Ja. En ik wil dus ook graag al die voorbereidingen zelf doen. Dus alles zelf inpakken, zelf klaarmaken, zelf... om, denk ik, mijn gedachten juist van die zenuwen af te zetten. Ja? Zodat ik alles onder controle heb. Ja. En dan liever geef ik die dingen dan niet uit handen, omdat ik ze dan zelf wil doen. Dan ga je allemaal dingen zelf doen. Achter jou zie ik Mike, en dat kun je gewoon zien, een cirkeltje draaien. Hmm. In hoeverre draai jij op dat moment in een soort cirkeltje? Nou, ik weet wel dat als ik die dingen ga doen, dan ben ik heel even eruit. En dan denk ik weer van waar ben ik mee bezig met die grote dag van morgen. En als ik er weer aan denk, krijg ik zo'n volledige zenuwaanval door heel mijn lichaam heen. Ja, ja. En als ik je goed begrijp, dan helpen dus dat een beetje dat in die rituelen. Zelf allemaal dingen doen. Ja, ja. Oké. Okay. En Teersa, vind je het nu ook leuker om coaching met paarden te doen? Ik vind het inderdaad leuker om met paarden te doen. Dus echt een soort extra dimensie. Je bent er buiten met dieren. Ja, ik vind het heerlijk samen met paarden. En helpt het dan ook extra met ze? Absoluut, want door het paard kom je vaak gewoon eerder bij het gevoel. Daar waar ik normaal met live coaching soms 4 sessies nodig heb... kan ik met het paard soms in 1 sessie naar de kern komen. Want dieren, dat weet je als geen ander, voelen zo goed van binnen hoe het met jou gaat. Dus ja, ik vind het super. Maar is dan elk paard geschikt hiervoor? Of? Dat is een hele goede vraag, want niet elk paard is hier geschikt voor. Ik zeg altijd, je moet een soort middenklasse paard hebben. Dus niet te hoog in rangorde en ook niet te laag. Hij moet zelfvertrouwen hebben. En vaak haal je ze ook eventjes, het kan in de wei, maar ook zoals hier even alleen. Dus daar moeten ze zelfvertrouwen voor hebben. En ze moeten natuurlijk ook mensgericht zijn. Ja. Ik heb ook een tijdje willen coachen met de tinker van mijn zwager. Maar die dacht alleen maar aan eten. Dus die gaf mensen een kopstoot en dacht, nou, ik ben weg. Ik ga gewoon hier de bermen van de bak maaien. Dus in die zin, ja, even testen. Ja. Wat ik zelf vaak voorbij zie komen is bijvoorbeeld een sportpaard dat afgeschreven is. Dat die dan aangeboden wordt als coachpaard. Wat is jouw kijk daarop? Ja, ik vind het antwoord is niet helemaal zwart-wit. Je moet gewoon per paard kijken. Inderdaad, is die pijnvrij? Hè? Kan die nog inderdaad gewoon op de paddock en een wei? En vindt hij het zelf leuk? Haalt hij er plezier uit? Dus dat zijn natuurlijk allemaal factoren die meespelen. En wat je ook ziet, en dat is superleuk... er zit bijna in elke groep wel 1 student die zich speciaal aanmeldt vanwege haar paard. Vaak oudere paarden, vanaf een jaar of 25, waar ze niet meer...
op rijden. En die hebben zoiets van, hij mist gewoon de actie. Dus ik wil een doel in zijn leven. Ja, een doel in zijn leven. Een missie, een zingeving. Nou, en nu zit er ook weer iemand in de opleiding. Dat paard is 28. Maar hier hebben we bijvoorbeeld Rembrandt. Die is 42. Nou, heel vaak, hè, als we in de wei werken, komt hij gewoon aangestormd. Want heeft zoiets van, nou, ik wil ook wel eventjes meedoen. Ja, fantastisch, ja. Weet je. Ze staan weer aan, ze mogen weer meedoen. Fysiek is het niet zo zwaar voor hem? Nee, nee, zeker niet. Dus ja, het kan zeker. Ja. En misschien nog wel de belangrijkste vraag. Er zijn heel veel coaches tegenwoordig. Hoe zit het met het toekomstperspectief? Is er veel baangarantie of gaat iedereen als ZZP'er te werk? Nou, een hele terechte vraag van jou. Wat ik zie in de aanmeldingen qua studenten is dat er steeds meer mensen komen die zijn werkzaam op een zorgboerderij, bij een GGZ-instelling of bij een stichting. En dat is natuurlijk een hele mooie ontwikkeling. Daar komt ook steeds meer paardencoaching tot opbloei. Dus dat vind ik fantastisch. Zeker omdat de wachtlijsten bij de GGZ steeds langer worden. Dus hoe mooi is het als je paardencoaches in kan zetten in dat stuk. Alleen de, zeg maar, de meerderheid van de studenten werkt voor zichzelf. Die doet het bijvoorbeeld deels naast de baan of volledig. Als coach en als paardencoach. Maar ik denk dat je het beste die vraag kunt stellen aan Sarah, die de opleiding bij mij heeft gedaan. Leuk. Ja? Ga ik doen. Oké. Ik ben hardletsen. Sarah, hoe kwam jij erbij om deze opleiding te gaan doen? En nou, eigenlijk via een vriendin van mij, die wist wat Teersa deed. En ik wilde eigenlijk al vanaf mijn 16e paardencoach worden. Maar ja, je zit met je leerplicht na het VMBO, dus dat ging niet. Dus ik ben eerst een ander MBO gaan doen. En toen kwam dit eigenlijk op mijn pad weer. En toen dacht ik, ja, dit moet nu gewoon mijn beide handen aangrijpen. Dus ik ben heel enthousiast de opleiding gestart bij Teersa. En hoe beviel de opleiding zelf? Ja, echt superleuk. Echt een avontuur. Je leert heel veel over het vak, maar daarmee dus ook over jezelf. Je krijgt zoveel spiegels voorgehouden. En ook de onderlinge connectie met de klas was echt heel erg waardevol. En ja, eigenlijk zou ik het iedereen aanraden. Want het is zo'n avontuur, een hele waardevolle reis ook met jezelf. En je bent dus nu ook afgestudeerd. Ja. Hoe ziet jouw toekomst er nu uit? Ga je als ZZP'er aan de slag? Of... Ja, ik ben dus als ondernemer aan de slag gegaan. Ik heb mijn eigen bedrijf als lijf- en paardencoach neergezet. En eigenlijk coach ik nu 2 tot 3 dagen in de week. Op een hele toffe locatie met hele leuke paarden. En daaromheen fladder ik eigenlijk een beetje als ZZP'er. Binnen de dierenbranche wel veel. Om zo ook het, ja, het toch wel emotionele, intensieve werk als coach. En het lekker luchtige eromheen een beetje in balans te houden. Slim. Ja, toch ook goed voor jezelf zorgen. Ja, zeker. Teersa, ik wil je echt ontzettend bedanken voor de waardevolle, maar bovenal ook gezellige dag. Ik heb heel veel geleerd, natuurlijk ook dankzij Mike. Dus ik heb het echt heel erg naar mijn zin gehad. Nou, super om te horen. En ik wil jou heel erg bedanken voor je enthousiasme en je openheid. En ik wil je ook mijn boek geven als verrassing. Leuk. Ik heb een boek geschreven dat heet Er is meer tussen hemel en paarden. Goeie titel, hè? En dat gaat over al mijn avonturen met mijn paarden, maar ook in de coachpraktijk. Oké. Okay. Dus, allerlei leuke casussen om te lezen. Ja, zeker. Heel leuk. Alsjeblieft. Nou, dankjewel. En wil jij nou meer weten over deze opleiding? Ga dan naar www.academievoorpaardenlifecoaching.nl en dan kan je daar nog veel meer informatie vinden. Oké, dat was hem dan voor deze keer. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en heel graag tot morgen weer. Doei doei!